jonge hondjes zijn altijd leuk. We zijn bij Jan en Annemarie de Groot in Winschoten, fokkers van de Labrador. Een heel bijzonder nest dit keer. Wat was er zo bijzonder aan dit nestje, Jan? Deze pups werden ineens geboren met 53 dagen in plaats van met 60 of 63 dagen. En we schrokken ons een hoedje toen ineens er een pup lag met 53 dagen. En ondertussen zat jij te wachten op de tweede pup. En die tweede pup die laat meer dan 12 uur op zich wachten, waardoor je toch wat nerveus wordt. En ja, denk je van goed, laten we de pup verder rijpen in de moeder of laten we het gewoon komen. En uiteindelijk hebben we toch de keuze gemaakt voor een keizersnee. En ja, toen werden uiteindelijk in Veendam, onze dierenarts, zijn ze geboren. En ja, uiteindelijk waren het 13 pups. 13 pups hebben wij eigenlijk nog nooit beleefd. Het grootste nest wat we hebben gehad waren 10 levende pups en eentje die overleden was. En nu waren er 13 stuks. Dus ze waren natuurlijk allemaal een week te vroeg. En dat gaf natuurlijk wel wat zorgen voor onszelf mee. In de zin van met voeding. En wat doe je dan? We moesten flessen. Dus in eerste instantie begin je gewoon. De moeder die had er wat moeite mee, was dat eerste nest. Die schrok ervan. En uiteindelijk hebben wij begonnen met flessen. Maar goed, om de 2,5 uur flessen, 12 pups. Eentje was helaas overleden bij de geboorte. Ben je met de eerste klaar, of met de laatste klaar, begin je wel met de eerste. Dus ja, daar moesten we keuzes in maken. En uiteindelijk hebben we in overleg met de dierenarts zijn we overgegaan naar zondevoeding, zeg maar. Ja. Daar heb je ook aan mee geholpen, neem ik aan. Jazeker, ja. Dat was net alsof we weer een baby in huis hadden. Ja. Dus dat waren zware weken, de eerste weken. Wat hield dat in voor jullie? Nou, elkaar aftikken tussen het werk door en het leven gaat ook door. Maar ja, steeds zo plannen dat je om de 2 à 3 uur de pups kan voeden. Dus dan staat alles even stil. Ja. Ja. In de eerste nacht, helaas, zijn er 3 overleden. Er zaten 3 mooie gele pups in het nest. Ja, blijkbaar was het door de vroegte van de geboorte zijn er toch 3 direct overleden s'nachts. In de loop van de dag, in de eerste nacht, was dat dus in de loop van de eerste 24 uur zijn er nog 2 overleden. Nou, dan mis je dus direct alweer 5 stuks. En dat is best heel moeilijk om dan steeds dat te moeten incasseren. En dat is eigenlijk dus, ja, als je dat... Dit is de eerste keer dat we meemaken. Ik hoop ook de laatste keer dat we dit meemaken. Want ja, niks wat erger is dan dat het steeds wegglijdt. En het erge eraan is dat je ziet het wegglijden. En dat is frustrerend. En het ergste was nog het pupje wat ook natuurlijk geboren is. Hebben we na een week helaas toch nog moeten... gleed ons ook weg. Ik ben er toen de zondag nog mee naar de dierenarts toe geweest. We hebben er nog alles aan geprobeerd met spuiten en vocht wegzuigen en noem maar op. Om het toch in leven te houden, zeg maar. Ja, goed. En dat gleed toch uiteindelijk nog weg. Nou, het resulteert dus nu nog in dat we 5 hele mooie, prachtige pups hebben. Maar ja, goed, het voelt toch een beetje dubbel. Doordat je veel toch kwijtraakt. En bedoel... Als ik even vergelijk met een menselijke zwangerschap, hè, en ze komen in deze periode zo vroeg, wat voor periode praten we dan? Nou, dan praat je toch gauw over een maand of 2 maanden. Als je denkt, een hond die draagt 60 dagen gemiddeld, 60, 63 dagen. Nou, grof gerekend is het 2 maanden, zeg maar. Nou ja, een mens draagt 9 maanden. Dus ja, dan zit je gauw over een maand of 1,5 à 2 te vroeg. Dus ja, dat brengt nogal wat risico's met zich mee. Ja. En daar is natuurlijk de ondersteuning van het ziekenhuis bij. En natuurlijk, wij hebben ook wel de dierenarts die ons ondersteunt. Maar ja, couveuses, het hele circus wat wij de mensen hebben, zeg maar, dat hebben we natuurlijk bij de honden nog niet zo. Dus ja, en de dierenarts die zei ook van, goh ja, toen we belden dat de eerste pup geboren was. Zo van, nou ja, goed, dit is er aan de hand. Kan dit überhaupt? Want wij wisten niet eens dat het bestond, dat pups zo vroeg en in leven geboren konden zijn. Dus... Toen zei de dierenarts ook van, ja, in theorie kan het, maar in de praktijk heb ik het nog niet meegemaakt. Dus ja, dan sta je ook een beetje zo van, ja, eigenlijk hoop je dat je wat meer kennis vergaat samen met de dierenarts. Maar ja, het was eigenlijk de praktijk moet het uitwijzen hoe het gaat lopen. Dus ja. Alle dieren zijn verzegd inmiddels? In principe wel. Op eentje na. Maar dat vinden we niet zo spannend. Dus het komt allemaal goed. We hebben hele leuke mensen nu. Iedereen die komt regelmatig langs. We hebben ze veel gezien. Voor ons belangrijk is dat we de juiste match maken, zeg maar, dus dat het juiste pupje bij de juiste mens terechtkomt. Dat gaan we, ze zijn dus nu 6 weken oud. Met 6,5 weken gaan we de test doen, gedragstest. Gaan we kijken, worden pupjes zonder broertjes, zusjes, worden ze getest in een ruimte waar ze nog nooit zijn geweest. En dan gaan we kijken hoe ze gaan reageren. En dan kijken van wat voor gezinnen hebben we, wat voor mensen hebben we om ons heen die graag een pup van ons willen. En
dat iedereen het juiste pupje in huis krijgt wat bij hem past. En dan praat ik niet over het uiterlijk, maar praat meer over het gedragsmatig. En mensen hebben daar wel een voorkeurstem mogen ze uitbrengen. Maar uiteindelijk, de match klopt altijd.